vind deze echt prachtig. Goed, we kunnen er niet om lachen, maar voor hetzelfde geld kon de vakantie niet doorgaan. Dus ik heb toch te vroeg gejuicht dat alles vlekkeloos is gegaan. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben helemaal in mijn nopjes. We zijn namelijk nu in Amsterdam. En morgen vliegen wij naar de Kanarische-eilanden. Ik heb er zoveel zin in. Vanochtend wilde ik dus de weekvlog openen. En toen was mijn SD-kaartje stuk. Dus in Amsterdam helemaal afgestreind om een kaartje te vinden. Die heb ik nu dus gevonden. Maar goed, deze dag zit eigenlijk een soort van op. Het is vandaag dinsdag overigens. Mar en ik gaan dus vanavond in Amsterdam slapen en dan morgen naar Schiphol. En hij heeft de kamer geboekt en ik dacht eigenlijk dat we gewoon een normale kamer zouden boeken. Maar hij heeft een hele, hele leuke kamer geboekt. Dus ik ga jullie even een tourje geven. Ik vind het zo prachtig. Het is hier al een beetje geleefd, maar het is dus een soort suite met hier een zitgedeelte. Dit vind ik echt beeldig. Hier heb je een keukentje. En dan hier het bed, ook prachtig. De badkamer is hier. Heel leuk. Ik heb even tussendoor gewoon een basic wit shirt aan. Broek van Zara. Deze sneakers van Balenciaga. Wij gaan zo meteen even wat eten bij Van der Valk. Dat hele stuk daar is ons balkon, ook helemaal leuk. Kijk, voor één nacht, ja, je hebt er eigenlijk niks aan, maar het is zo gezellig. Het is echt zo'n huisje. Dus wij gaan nu lekker beneden in het restaurant schnitzel eten. En dan morgen vliegen we lekker naar Lanzarote. Ik heb er toch partij zin in. Och. Wij hebben lekker. Wil je het recht zetten? Dat mag. Zij je klauwtjes er wel op? Heb ik nu net gedaan. Lekker carpaccio'tje met truffelmayo. Troepjes op. Jawel. Ze staan er niet op. Jawel. Ja, alleen je handje. Proost. Vakantie. Nou, een stukje bij een beetje. Wij hebben echt heerlijk gegeten. Ze zijn daar ook nog even gaan zwemmen. En nu is Mar naar de KFC. Ik lig lekker op bed. En het is echt top, want die is hier letterlijk recht tegenover. Ik ga nog eventjes. Zo kan ik die zien hier. Gaan we nog even kip fratsen. En kijk nou hoe leuk het er nu uitziet als alle licht aanstaan. Dit is toch te gezellig. Ik vind het echt prachtig. Zoiets zou ik ook later wel thuis willen. Mooi met die ledstrip zo langs de zijkant. Ik wist dus niet dat dit een lamp was, maar dat was wel het geval. Echt zo mooi vind ik deze. Je kan dus van iets een foto maken en dan zoekt Google het item op. Ik schrok me dood van de prijs. Maar hij is wel echt beeldig. Ik zou deze wel laten willen. Het is echt een parel. Och, wat vind ik deze lamp mooi zeg. Love it. Het is trouwens echt ziek hoe donker ik eigenlijk voor mezelf ben. Ik heb mijn haar jaren gebleekt. En toen dacht, ja, ik dacht eigenlijk echt dat ik echt zwaar blond was. Maar ik ben best wel... Het mengt zeg maar best wel goed in een kleur die ik nu heb. Ik denk ook echt dat ik nooit meer blond ga. Ik ben zo content met dit bruine haar. Daar is de man met kip. Waar is dat? Oh, in de tas. Zieke kip. Zeg maar wat je allemaal gaat. Ja, dat weet ik niet meer. Lekker. Oh, schat. Nee, dit is echt veel te veel. Okay. Twee grote vrienden. Dit is ook één voor jou. Barbecue. Heb je geen mayo? Was op. Maar... Ja, ik speel het. Op. Oké. Okay. Is dit ook nog kip? Okay. Dit is ook nog kip. Wow. We zijn met vijf volgens mij. Chic. Dat is echt veel te veel. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben net wakker. Ik heb even mijn gezicht gewassen.
skincare gedaan. Mijn ogen zijn echt nog heel dik en mijn eten zit tot hier. Ik ben zo misselijk. We gaan zo meteen ontbijten, maar ik krijg het echt niet door mijn keel. Dus dat is kak. Maar ik ga nu eerst eventjes trouwens, voordat ik het zo meteen vergeet. Weet je wel. Mijn AirTag in mijn koffer doen. Oh! Kak. Oh, dat kan wel terug. Ja. Oké, deze zit er in ieder geval in. Godmamme. Ik ga eventjes mijn make-up een beetje doen. Ga maar niet eten. En dan gaan we om 11:30 met de shuttle vanuit Schiphol naar... shuttle vanuit hier naar Schiphol. Ik zie nu trouwens iets in mijn koffer liggen. Ik hoop niet dat ik dat heb gefilmd. Maar dus tempo, Katrien, tempo. Ik ben dus mijn mascara aan het doen. Ik gebruikte hiervoor het wimperserum van Revita Lash. En daar ben ik mee gestopt, want heel veel troep zit erin. En ik baal eigenlijk zo erg aan de wimpers zijn. Zo kort geworden, zo recht naar voren. Dit is gewoon de maximale lengte. Vroeger zaten ze echt tot aan mijn wenkbrauw. Wij gaan zo meteen eten, maar ik wil jullie even iets laten zien. Namelijk een ring. Rosalie, vriendinnetje van mij, die heeft haar eigen webshop gestart met allemaal echt super leuke sieraden. En waaronder ook deze ring. Ik vind deze echt prachtig. Mega groot hart. En ze heeft dus meer van dit soort grote statement ringen. Ik heb, toen ik onderweg was naar vakantie, ook een hele grote witte bloem besteld. Het staat gewoon zo mooi. Ik vind het echt beeldig. Ik vind dit zo vet. I love it. En ze heeft nog meer leuke sieraden. Enkelbandjes, kettingjes. Er komt ook nog van alles aan. Dus ga zeker even een kijkje nemen. Geen spon. Ik heb deze echt gewoon zelf gehaald. Ik vind hem echt oprecht zo leuk. Ik zal even de Instagram in beeld zetten. Alles is ook roestvrij staal. Of in ieder geval het meeste. Wat betekent... dat het niet verkleurt. En dus tegen water kan. Wat ik heel chill vind. En super betaalbaar. Deze ring was 11,95. Dus echt prijs-kwaliteitverhouding 10 out of 10. Zo, de bellies hangen erin. Ik ga even een broek aandoen, schoenen aandoen. En dan gaan we lekker eten. Nou, lekker eten. Ik heb echt geen honger. Oké, wij hebben gegeten. Ik ga nu alles inpakken. Over 20 minuutjes worden wij van hier naar het vliegveld gebracht. En dan vliegen we 3 uurtjes later of zo. Ik hoop dat het qua drukte wel meevalt. Maar we zijn in ieder geval wel op tijd. Ik heb er zoveel zin in. Wij zitten nu bij de gate. Wij zijn door de douane geweest, obviously. En toen werd mijn koffer... mijn handbagagekoffer eruit gehaald. En toen zei die man die het controleerde, van zit er iets geks in. Dus Mar zegt lachend, een vuurwapen. Nou, daar kon hij absoluut niet om lachen. Hij zei, als je zulke dingen zegt, dan loop je echt risico dat je vlucht, of dat jij niet mee mag op de vlucht. En dan ga je zo met geboeide handen het vliegveld af. Goed, we kunnen er niet om lachen. Maar voor hetzelfde geld kon de vakantie niet doorgaan. Wij gaan boarden. We gaan even kijken waar de vrouw beweegt. Dat kan wel. Kijk waar de airtagjes zijn. Aangezien vorig jaar onze koffers lus waren. Vier minuten geleden. Zijn ze ook bij jou? Maar dit stond er vorig jaar ook, hè? Dat ze zo gezegd bij ons waren. Ver. Shit. Ja, wij gaan zo opstaan. Alleen we hebben een hele leuke hack. Je moet naar iPhone timelapse aanklikken. Dan zet je hem zo
in het raampje met dat ding omlaag dat hij vast zit. En dan krijg je echt een hele gave video. Ik ga hem straks even laten zien. Nou jongens, we zijn er. We hadden heel de vlucht. Gewoon heel die rij met stoelen naast ons. Dus fucking chill. Echt heerlijk getukt. Heerlijk gechilled. We wachten nu even op de koffers. En dan kunnen we naar het resort. De koffer is dit keer wel gearriveerd, jongens. Ik ben helemaal in mijn nokjes. Al vorig jaar was echt janken met de pet op toen de koffers niet in Turkije waren. Maar de koffers zijn er. Wij zijn er. Alles verloopt tot nu toe helemaal prima. Wij zijn aangekomen op de kamer. Volgens mij hebben wij... Oh, is dat niet scherp? Ook een grotere kamer dan de basiskamers. Dus dat is chill. Hier zijn de bedden. Hier is het terras met het uitzicht. Daar is het zwembad en de zee. I love it. Oh, en hier is volgens mij... Is het daar het restaurant? Dit is dus echt fucking groot hier. Je hebt gewoon twee hele aparte gebouwen. Dus we moeten het even uitzoeken allemaal. Kan ik even in de badkamer filmen? Trolletje. Fucking kut. Want mijn haarolie... is gelekt in de tas, mijn rozemarijn met arganolie. Dit flesje was gewoon kort gevuld voor de vakantie. En nu zit alles vies in mijn toilettas. Dus ik heb toch te vroeg gejuicht dat alles vlekkeloos is gegaan. Hey Whitney, kijk eens. We kunnen wel samen allemaal snoep gaan kopen bij de supermarkt en uitproberen. Dat idee. Och, dat moet ik weer bliepen. We hebben avond gegeten. Ik ga morgen even lekker een rondleiding doen hier. En er is een supermarkt dichtbij en daar hebben ze takkies. En deze zijn heel heet. Meneer stuurt al de hele tijd over één fucking takkie, dus ik krijg er niet meer. Is dat alles? Nog niet, hè? Nee. Er zit ook lemon in. Wat proef je wel? Het is een beetje zuur. Heeft straks de zoete variant gekocht? Nee, het is wel dit. Nou. Ik vind het niet geweldig. Nee, wat? Nee. Ik heb nog één zoete. Ik vrees het wel makkelijk weg. Genoeg takkie voor vanavond. Morning, het is... Nu dag in Parijs. Vandaag donderdag al, volgens mij. Ik ben net wakker, morgen sporten. En ik zit erover na te denken om er dagvlogjes van te maken in plaats van weekvlog. Omdat deze video ongeveer 10 minuutjes duurt of zo. Ik ben hier nog 8 dagen, dus dat wordt dan best... een lange vlog. En het lijkt me ook wel gewoon leuk om het een beetje op te splitsen. Al is het geen dagvlog, misschien 2 dagen in 1 vlog of 3. Dus ik denk dat ik deze video zo meteen lekker online ga gooien. En het dus ga verspreiden. We gaan zo meteen ontbijten. En eventjes het resort... helemaal bekijken. Het is dus echt heel groot. Aan de overkant van de straat is nog een gebouw. En daar kun je dus ook terecht met allemaal leuke... Volgens mij zijn de gym trouwens ook. Daar was de supermarkt, maar we hebben het nog niet helemaal goed bekeken. Dus dat wil ik wel even gaan doen.
En dat ga ik allemaal in de volgende vlog laten zien. Dus ik ga deze nu lekker helemaal editen. Online gooien. En dan zie ik je heel graag morgen weer of overmorgen. Ik ga even kijken hoeveel dagen ik bij elkaar ga nemen. Maar het wordt in ieder geval verspreid. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Oké, ik zie je heel graag dan. Thanks for watching.